Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het tweede deel, zoals je ziet, ga ik het hebben over film entertainment. En daarbij ga ik niemand anders spreken dan Rodney Shuikalam, de hoofdrolspeler van de film Suriname, de film. Rodney, of meneer Shuikalam, welkom bij In Gesprek Met. Dankjewel, dankjewel. Je zegt gewoon Rodney. Dat is makkelijker. Ja, sowieso. Ja, we hebben nu twee premières achter de rug. Ja. Eentje in Nederland, Pathé. Ja. En afgelopen zaterdag TBL Suriname. Vertel een beetje, wat gaat er door je heen bij beide premières? Beide premières waren hartstikke leuk. Maar wel verschillend natuurlijk. Want in Nederland zijn mensen wat gereserveerder. En voor hun is het ook wel nieuw, want deze film is eigenlijk de enige in zijn soort. Het is een heel nieuw genre van crime en drama. En ik denk dat de mensen die het hebben gezien, de reactie die we hebben gekregen was dat ze echt verrast waren dat er zoiets moois uit Suriname kon komen. En de première hier was natuurlijk een thuiswedstrijd. Je komt thuis en je kijkt de première met vrienden, familie, geliefden en supporters en fans. En ja, als je dat dan doet en je krijgt de reactie, zo'n warme reactie die we afgelopen zaterdag alweer, hè? Het gaat zo snel de tijd. Ja, op 7 dagen maandag. als je dan ziet hoe die reactie is, dat is gewoon hartverwarmend. Uh-huh. Want jullie hebben heel lang gewerkt. Ja. Het was, meneer Leisner gaf aan, 1,5 jaar. Dus het was heel veel wikken en wegen. Ja, ja. Nee, een film maken kost heel veel tijd natuurlijk. En zeker een film op het niveau waar wij hem hebben gemaakt. Wat echt wel professioneel is. Met echt heel veel planning, heel veel voorbereiding. Alle locaties moet je precies hebben. De acteurs moeten erbij gezocht worden. Je hebt heel veel castings en audities. Dus alles bij elkaar. En het script moet natuurlijk helemaal goed zijn. Dat is niet, ik denk dat we dit zou misschien de 5e of 6e versie zijn van het script. Want het wordt geschreven en herschreven en herschreven totdat het goed is. Oké. Okay. Ja, er zit heel veel werk achter. Dus dan ben je wel echt 1,5 jaar verder voordat je uiteindelijk die film ziet in de bioscoop. Ja, wat snel is hoor dan. Ja, inderdaad. Oké, maar toch die vraag. Ja. Dit is een remake van die van 10 jaar terug. Waarom heb je ervoor gekozen om een remake te maken van de vorige Suriname film? Je kan het zien als, ik weet niet eens of het echt een remake is, want als je de vorige hebt gezien, dan voelt het ook als een vervolg. Dus, maar ik, kijk, vanaf het moment dat ik die eerste film had gemaakt, kreeg ik elke keer, elk jaar, jaar in jaar uit, kreeg ik de vraag, wanneer komt er een deel 2? Wanneer komt er een deel 2? Wanneer komt er een deel 2? Maar aan de andere kant, je kan wel een deel 2 maken, maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die het eerste deel niet hebben gezien, voornamelijk in Nederland. En omdat we deze film op een veel hoger niveau wilden maken, wisten we ook wel dat we een groter publiek nodig hadden om dat geld terug te verdienen. Dus we hebben de film zo geschreven dat het voelt, als je de eerste hebt gezien, als een deel 2. En als je hem niet hebt gezien, dan voelt het als een volwaardige nieuwe film. En je moet die karakters nog leren kennen. Ja, precies. Want ik heb bij wijze van spreken heb ik deel 1 gezien. Ja. En het voelt inderdaad aan als deel 2. Want je hebt een hele andere rol. Nu ben je minister geworden. Ja, ja, ik ga niet te veel verklappen, maar ik ben minister geworden in deze film, om het zo te zeggen. Maar you're still haunted by your past. Absoluut. Dit land heeft mensen als u nodig om het op te bouwen. Iemand met jouw reputatie? Zakenman. Is dat wat jij bent? Ik heb voor een ander pad gekozen. Ik hoop voor je dat dat het juiste pad is. Mis je? Mis de kinderen? President. Dingen zijn aan het veranderen. Virgil wil je spreken. Welke Virgil? Virgil. Winston de rechter, dames en heren. Als mensen eens zouden weten. Ik heb nog nooit zoiets gezien. We moeten corruptie gaan bestrijden op het hoogste niveau. Dit is je kans. Je kans om te laten zien wie die echte man is. De eerste film had je met een gedeelde cast. Ja. Surinaams, gedeeltelijk Nederlands. Maar deze is compleet Nederlands. Ja, klopt. We hadden... Het was ook heel moeilijk, want met name de voorbereidingen hebben we het meeste hebben we vanuit Nederland gedaan. En
we hebben wel gekeken naar Surinaamse cast. Maar het was gewoon heel moeilijk omdat we werkten met een acteercoach. En die zat in Nederland. En die kon niet naar Suriname komen. Dus iedereen die in die film ziet is of een professioneel acteur. Maar we hebben ook heel veel debutanten. En daar moesten we toch best wel veel aan werken. Wel schaven. Bijvoorbeeld ik. Ik heb al een keertje eerder gespeeld. Maar ik heb maandenlang elke week, 2-3 keer per week, sessies gehad van 3-4 uur per keer aan acteerles. En dat ging maandenlang door. Dus het is best wel veel investeren om zeg maar de juiste acteerprestatie neer te zetten. En weet je, wat we wel hopen is dat we in de toekomst hiermee wel iets hebben kunnen aantonen. Van het is wel mogelijk om een grote, dure productie te draaien in Suriname. Want we hebben wel heel veel Surinamers achter de schermen gebruikt. En we hebben ook met lokale Surinamers hebben we ook wel andere rollen gegeven. En we hopen dat we in de toekomst veel meer vanuit hier kunnen doen. Maar het moet wel groeien, je moet dat bouwen. Nee, sowieso. Want kijk, je zegt het zo mooi, een dure film. Daar ben ik een beetje nieuwsgierig geworden. Hoeveel heeft die film gekost? Maar ja, dat is wel Nee, iedereen gaat zich afvragen. Ja, nee, je moet wel denken dat... Het is wel een hoog budget. Wat ik heb begrepen is dat wat Pathé aanhoudt als productiebudget is 2 miljoen euro. Oké. Ja. Ja, dat is echt, maar goed. Ja. Maar de overgrootste deel van de Nederlandse cast, bepaalde van ze waren voor het eerst of na x aantal jaren weer in Suriname. Hoe was hun ervaring? Oh, ze hebben het geweldig ervaren. Zeker ook, niet alleen de cast, maar ook de crew, de cameramensen, de lichtmannen. Iedereen die hier kwam en ook voor de eerste keer. Het eerste wat ze zeiden is, ik heb me nog nooit zo thuis gevoeld in een ander land. Oh, oké. Maar dat is ook wel Suriname, hè? Je voelt je meteen welkom. We zijn vriendelijke mensen. We zijn heel vriendelijke mensen, ja. Ja, absoluut. En dat was wel echt een voor hun een motivatie om gewoon de beste prestatie neer te zetten. En ook gewoon heel veel castleden. Bijvoorbeeld Lisa is eigenlijk de enige blanke actrice die speelde. En ja, ze heeft het er nog steeds over van hoe leuk, hoe vriendelijk het was. En ze vertelt iedereen, ga naar Suriname. Maar dat is ook goed, toch? Ja, het is wel echt wel mensen die hier zijn geweest. Hebben we allemaal zoiets van, je moet wel weer terug naar Suriname. En ze hopen ook allemaal van, iedereen vraagt me, gaan we iets nieuws doen? Want ze willen allemaal natuurlijk naar Suriname komen. Precies, hè? Ja, maar ik heb ook gemerkt, als ik kijk naar de sponsoringslijst, heb je ook heel veel ondersteuning gehad. Appartementen, ja, absoluut. Bedrijven, je hebt heel veel ondersteuning gehad. En ik heb heel veel dingen gezien die ik niet eens wist, dat de Suriname zelf aanwezig waren. Ja. En dat is wel het mooie. Kijk, je hebt een nadeel dat je niet met de lokale crew kan werken. Maar je hebt een voordeel ook. En het voordeel is dat je gewoon out of the box kan denken. Er komen mensen die speciaal hebben gestudeerd voor iets. En ze, wat je zegt, ze hebben Suriname. Bijvoorbeeld, ik denk dat je het over die aerial shots hebt. Hè? Uh-huh. Die aerial shots die ze gebruiken. Dat is gedaan met de nieuwste apparatuur. Dus dat is gewoon drone shots met 8K camera's. Die Suriname gewoon in beeld brengen op een, ja, eigenlijk op een manier zoals wij dat nog nooit hadden gezien. Het binnenland is op een aparte manier gefilmd. En zelfs Nederlandse producties, zoals Tuintje Mijn Hart, die hier een tijd geleden heeft geproduceerd en die ook in Nederlandse bioscopen te zien was. Zelfs die hebben het niet voor elkaar gekregen om Suriname zo mooi te laten zien. En dat komt omdat de crew vanuit Nederland heel goed heeft samengewerkt en ook voornamelijk heeft geluisterd naar de crew in Suriname. Maar dat is belangrijk. Ja, dan krijg je ook gezamenlijk het mooiste resultaat. En ze werden begeleid en ze werden ondersteund door mensen die echt verstand hadden van het binnenland. Waar moet je filmen? We hebben drone shots van bijvoorbeeld met die boot op de Suriname rivier. Ja, mooier dan dat kan het niet worden. Iedereen heeft het erover. Wat is Suriname mooi? Maar Suriname is een mooi land. Ja, maar weet je wat het is? Het is zo mooi, maar we hebben zo weinig kunnen laten zien aan de buitenwereld daarvan. En af en toe af en toe komt er dan wel iemand die laat wat zien. Maar ik ben wel van mening dat we Suriname echt op een manier hebben laten zien dat het de eerste keer is dat de buitenwereld ziet hoe mooi Suriname is. Mm-hmm. Maar om over de inhoud van de film te praten. De meeste mensen willen het een beetje linken met de situatie die er nu gaande is.
Mooi. Ik zeg het je, na het einde van die film waren er echt gelijk, klinkt bijna, vanuit dat iemand schreeuwde, zolang je mag geen president worden, is het sowieso zou ik nooit op hem stemmen, want dat zou niet goed zijn. Maar ik kan me het voorstellen, maar dit script heb ik eigenlijk direct na de eerste film heb ik geschreven. Uh-huh. Dus het heeft niet zozeer te maken met wat er nu gebeurt, want het script was toen eigenlijk al af. We hebben het wel herschreven, maar het verhaallijn is hetzelfde gebleven. En kijk, de film zoals die nu speelt, en ik denk dat je dat niet moet onderschatten, eigenlijk is het een wereldprobleem van wat we zien. We zien polarisatie in elke samenleving. We zien twee kampen in elke samenleving, wat eigenlijk heel zonde is. Maar zelfs als je kijkt bijvoorbeeld naar Donald Trump. Ik kom heel vaak in Amerika. De ene helft is voor, de andere helft is tegen. Dus je krijgt gewoon waar de meeste stemmen gelden. Dat bepaalt wel een beetje de inhoud van een land. En dat is denk ik een belangrijkere boodschap dan de weerspiegeling tussen wat er in die film zich afspeelt en wat de situatie in het land nu zou zijn. Ja, want om het zo te zeggen leek het een beetje, it turned dark quickly nadat Connie kwam te overlijden. Ja. It got a real dark turn, om het zo te zeggen. Ja. Dus ik dacht, oké, he got on the straight and narrow. En toen ik die scène zag, check me nou, oeps, gaat naar de diggelen. Ja. En het was daadwerkelijk zo. Dus het was, omdat ik de eerste had gezien, waren bepaalde delen waren voor mij predictable. Ik had een idee wat zou gebeuren. Dus dan was ik, deze gaat doordraaien. Deze. En daadwerkelijk. Maar het was goed. Het was echt goed. Dus, maar de reacties vanuit het publiek, want we zijn nog een tijdje daar gebleven voordat, dat is niet belangrijk, maar voordat we ons hebben verplaatst, maar je kan wel zien dat het is een ander niveau voor wat Suriname sowieso had verwacht. En dat hoorde je ook onder het publiek. En ik heb ook heel wat mensen ertussen kunnen voelen en ze zeiden wel, het is wel nice. Het is wel nice. Oh, dat is mooi om te horen. Kijk, het blijft natuurlijk film en het blijft fictief. Wat ik al zei, om bijvoorbeeld Amerika aan te halen. Ik ben heel vaak in Amerika. Ik heb nog nooit de dingen gezien in een stad als New York, zoals je ze in de film ziet. Dat gebeurt, weet je, dus het zijn twee verschillende werelden. En je romantiseert en je verhaalt een beetje, je fantaseert ook gewoon wat verhalen bij elkaar om het spannend te maken voor het publiek. Maar wat uiteindelijk overblijft is, zijn de mooie plaatjes. He, dus, en dat is gelukt, wat je zegt, het niveau is wel een stuk hoger. Kan ook niet anders met het budget wat we hadden. En ik denk dat we wel iets hebben gemaakt waar Suriname trots op kan zijn. Van kijk eens wat we hebben, kijk eens hoe mooi het land is. Los van het verhaal van wat erin speelt, denk ik dat mensen wel kunnen waarderen hoe mooi Suriname is. Wat wil je horen? Je weet heel goed wat ik wil horen. Geen leugens meer. Ik beloof het. Virgil wil je spreken. Welke Virgil? Virgil. Mijn winst aan de rechter, dames en heren. Het enige wat ik wil is mijn familie beschermen. Weet jij wie het heeft gedaan? Jij blijft precies hier. Bij mij. Iedereen die hier iets mee te maken heeft, is straks dood. Hoe vet is dit dan, brother? En hoe was het zelf werken met je naamgenoot, Rodney Leysen? Die is jammer genoeg er niet meer bij. Nee, hij moest helaas eventjes weg. Kijk, Rodney en ik zijn jeugdvrienden. We weten alle twee Rodney. We woonden vroeger in dezelfde straat. We zijn even oud. En we zijn al langer dan 31, 32 jaar vrienden. Beste vrienden. En eigenlijk doen we gewoon veel te weinig. Dus voor ons om nu dit samen te kunnen doen, twee jongens in Suriname geboren. We hebben de kennis, we hebben de middelen, we hebben het netwerk om zoiets bij elkaar te krijgen. We dachten van, dit is wel echt iets wat we willen doen voor Suriname. Dus toen ik zei van, hey, zullen we nu die film nog een keertje maken, zei hij meteen ja. En we zijn gewoon gegaan. Maar ook de support, en dat moet je ook niet vergeten, de support vanuit Nederland
van de Pathé bijvoorbeeld, echt een shout-out naar Pathé thuis, die zo in ons geloofde en zo in dit project geloofde dat ze het budget hebben vrijgemaakt om deze film te maken, uh-huh. is ook fantastisch. Want het is niet vanzelfsprekend. Ik bedoel, deze mensen zien honderden mensen met allemaal ideeën en zeggen altijd nee. En bij ons zeiden ze ja, dat is iets moois. Ja, sowieso. Maar behalve in Nederland en in Suriname, wordt die film dan ook elders uitgezonden? Ja, want de film is verkrijgbaar op de internationale verkoopmarkt. Dus hij wordt nu gedraaid in, op de filmbeurs van Berlijn. En daar komen heel veel mensen uit verschillende landen komen daar naartoe. Je hebt aanvragen gekregen vanuit andere Caribische landen of we die film daar kunnen draaien. Ook voor andere filmfestivals die die film graag willen draaien. Dus de exposure en de vraag naar de film is heel erg groot. Wat betekent dit dan voor jou? Dat men zo, dat andere landen geïnteresseerd zijn, want is net als wat, hoe heet ze? Mijn god, ze speelde Chloe. Ik ben de naam even kwijt. Chloe? Of Cleo. Cleo, ja. Cleo. Rosita. Rosita. Zij, ja. Er komen veel mensen in Nederland en die kijken naar haar en ze dachten altijd dat ze Afrikaans is. Nee, ik kom van Suriname. Ja, ze is Alkaans. Dus er zijn, en ik was verbaasd toen ze dat zei. Ja. Dus ik was echt wel verbaasd. Maar dat is het. Mensen, er zijn nog steeds te weinig mensen die weten waar Suriname ligt. Ja, ja en dit is wel... En ik, omdat ik sowieso veel reis... En als mensen me vragen, waar kom je vandaan, zeg ik, ja, Suriname. En dan weten ze, niemand weet waar het is. Maar echt niemand weet waar het is. En ik hoop dat dit wel een beetje meer bekendheid brengt. Want de mensen die die film hebben gezien in het buitenland, het eerste wat ze zeggen, oh, wat is dat een mooi land. Uh-huh. Dus ik denk dat het een mooi reclameplaatje is voor Suriname. Ja, sowieso. Want vooral met de verschillende internationale filmfestivals. Ja. Zodat een leuke boost zijn voor Suriname. Zeker, zeker. En ik denk dat, omdat we ook het binnenland laten zien, voor hoe mooi dat is, denk ik dat het ook wel een push kan zijn voor ecotourisme. Uh-huh. En dan betekent dit dat er een want, de manier waarop die film is geëindigd, sorry, je hebt werk, Rodney, heb ik werk, maar er moet nog een deel komen. Er moet nog een deel komen. Ja, want we willen zo, want iedereen vroeg zich af, is hij nou president geworden of niet? Dus het heeft een vervolg nodig, het is nou logisch om het zo te zeggen. Nou kijk, een film maken kost heel veel tijd, heel veel geld en heel veel energie. Dus kijk, als de vraag er echt is... Ben ik wel bereid om daarna te kijken. Maar ik moet ook nog eventjes bespreken met andere Rodney van heb je zin? Maar en natuurlijk ook de cast. Ik denk niet dat Rodney nee zou zeggen. Ja, en de cast natuurlijk, hè, want je hebt bepaalde mensen heb je nodig om verder te kunnen gaan. Ja, behalve de mensen die, you know? Ja, het staat op de poster, iedereen is voorbestemd voor de dood. Dus het is wel even de vraag van wie overleeft dit. Precies! Dat is echt een van de vragen. Ja, dat is een van de vragen. Maar ik denk dat, weet je, film maak je met heel veel mensen. En ik hoop wel dat, als we dan denken aan een deel 2, dat mensen wel geïnteresseerd zijn. Ik denk het wel. Want het was wel een levensveranderende ervaring voor iedereen. Maar iedereen weet, Rodney Joykalam draagt Suriname een warm hart toe. Ja. Dus ik denk niet dat je nee gaat zeggen. Nee, sowieso. Nee, als het aan mij ligt, doe ik het morgen. Ja. Nee, sowieso. Zeker. Want dat is nee, maar ik ben ook trots op mijn land natuurlijk. Hè. Dus weet je, waar ik ook ben, draag ik dat ook uit. En op elke manier waarop ik een steentje kan bijdragen of mensen kan helpen of mensen kan interesseren. Als mensen me vragen, waar moet ik naartoe op vakantie? Het eerste wat ik zeg is natuurlijk Suriname. Maak reclame. En het liefste natuurlijk in december. Laten we eerlijk zijn, want Suriname is... December is de mooiste maand om ook in Suriname te zijn. Ja, dus, maar ook in de zomervakantie hoor, je kan anytime gaan. Maar het is wel echt, weet je wat je zegt, ik draag het wel echt een warm hart toe. Sowieso. Nee, maar oké. Okay. En een laatste vraag. Waarom zou jij, want de première is nog vers. Mm-hmm. Vooral de publieke première is nu nog vers. Dus afgelopen maandag. Ja, dus waarom zou je het nu nog aanraden dat de rest van de samenleving deze film bekijkt? Om terug te komen op wat jij zei. De film, je gaat Suriname zien. Op een manier dat je het nog nooit hebt gezien. En dat is wat we elke keer horen. Ik wist niet dat mijn land zo mooi was. En om dat te ervaren,
moet je het bijna wel in de bioscoop zien op dat grote scherm. Nee, maar het is wel zo, want je ziet het en je denkt, oh wauw, dit is echt wat anders dan ik had verwacht. Want dat is de eerste reactie. Niet alleen in Suriname, ook in Nederland denken mensen, wauw, wat is dit mooi. Dus het is anders dan als je het op tv ziet. In de bioscoop is het echt indrukwekkend. En het kan ook niet anders, want er is zoveel tijd, geld en energie in die film gestopt. Ik zou het zonde vinden als mensen het zouden afwachten en thuis zouden kijken. Het is een once in a lifetime experience. Helemaal. Ja, ja, mensen, u heeft het gehoord. Rodney heeft het gezegd. Het is een once in a lifetime experience. Dus de film Suriname die draait nog steeds in TBL. Vaak genoeg worden films weken gedraaid, maar het gebeurt niet makkelijk dat we een film promoten in gesprek met de naam Suriname, dan kan dat dan sowieso niet anders. Maar het enige wat ik kan zeggen, Rodney, heel veel succes verder. Dankjewel. Ik hoop sowieso dat er een deel 2 komt. Ik ga je blijven bellen om te vragen wanneer komt er een deel 2. Maar sowieso nee, heel hartelijk dank voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes verder. Het was echt een topproductie. Dankjewel.